Hey, hey, super dat je hier weer aanwezig bent en dat je luistert. In deze aflevering ga ik het met je hebben over loslaten zorgt voor succes. Nou, als je me al even volgt, dan weet je dat ik ben van de mindset, van business, van manifesteren. En ik vind het dus fantastisch om dat helemaal uit te pluizen van wat maakt nou dat iets succesvol wordt en wat niet. En een van de dingen wat wij als mens heel erg doen, is we bemoeien ons met het proces. Dus als we een doel hebben van iets wat we heel graag willen bereiken in ons leven. Stel voor je wil een eigen bedrijf starten, of je wil een droompartner vinden, of je wil een nieuwe topfunctie, leuke functie vinden, of je wil whatever dat is. Je wil iets moois bereiken. Iets waarvan je voelt, ja, dit maakt me echt gelukkig. Als ik dit dan voor elkaar krijg, echt, dan voel ik me echt enorm blij, gezegend, dankbaar, trots. En omdat wij soms zo graag iets willen, proberen we er alles aan te doen om dat ook voor elkaar te krijgen. Dus we gaan soms heel hard werken of heel erg nadenken of heel veel acties nemen of ons juist overwerken of overpiekeren in ons hoofd. En wat gebeurt er dan is dat we, omdat we het zo graag willen, dat we te veel vasthouden aan hoe we willen dat het gaat. Hoe snel dat iets gaat. Hoe volgens precies bepaalde stappen dat iets gaat. En wanneer dat iets gebeurt. Hè, dus we houden ons heel erg vast aan het proces. En als we gaan kijken vanuit manifesteren gezien, dan manifesteren we de mooiste dingen als wij in een hoge energie blijven van vertrouwen, van overvloed, van dankbaarheid, van plezier. En wat gebeurt er dan als je dat proces zo wil afdwingen en vasthouden? En niet dat je dat expres voor kiest, maar onbewust gebeurt dat. Dat jouw vals ego, die harde stem in je hoofd, zegt: ja, maar het moet wel nu gebeuren. Ja, maar anders dan moet je maar, dan heb je gefaald. Of anders dan denken anderen wel niet van, nou, er komt niks van terecht. Of snap je wat ik bedoel? Dus op die manier gaan we vanuit onze conditionering en de dingen die we in het leven hebben meegemaakt, gaan we dat proces onbewust afdwingen. Dat gebeurt vaak niet bewust. De kunst is dus om je bewust te worden van het feit dat jij dus vasthoudt en dat proces wil afdwingen. Ja, uiteindelijk gaat de sleutel tot succes in het leven is volledig bewustzijn. Dus je volledig bewust worden van wat er gebeurt in jou. En als je dus zo graag je bedrijf wil starten, of een andere baan wil, of je wil je liefdespartner vinden, of je wil je droomhuis manifesteren, of je wil een wereldreis maken, of je wil een nieuwe auto, of je wil meer vrijheid, je wil meer geld, je wil, whatever dat dus voor jou is. Dan kan het zijn dat je, omdat je het zo graag wil, dat je onbewust, dus een soort van, hè, met gebalde vuist het proces wil vasthouden van ik wil dat het zo gaat verlopen. En wat we dus dan niet realiseren is dat we ons onbewust blokkeren, waardoor we juist niet het resultaat krijgen wat we willen. Nou, hoe werkt dat nou? Op het moment dat je te veel zit in bepaalde angst, onzekerheid, frustratie, schuld, schaamte, dan zit je in een lage energie. En in die lage energie trek jij ook datgene aan waar jij je mee bezighoudt. Want dat is ook als we gaan kijken naar de wet van aantrekking, is je trekt datgene aan wat er in jouw gedachten en in jouw gevoelens zich afspeelt. En dat zorgt ervoor dat jij elektromagnetisch wordt om aan te trekken wat je zo graag wil. Dus op het moment dat je in die negatieve energie zit, in die frustratie, in die boosheid, dan krijg je dat ook terug. Als we het dus dan hebben over de wet van aantrekking, zo werkt de wet van aantrekking.
Op het moment dat jij dingen leert loslaten en gaat spelen en gaat kiest voor plezier en voor uitdaging, voor liefde, voor vertrouwen, voor overvloed. Je gedachten en je gevoelens daarop afstemmen wat je heel graag wil, dan manifesteer je veel sneller wat je zo graag wil. Dus door het proces los te gaan laten, dat klinkt heel eenvoudig, maar in werkelijkheid is het dat niet. Maar dat is wel de sleutel tot succes, is het loslaten. En als je dus vanuit dat vertrouwen bezig bent met je manifestatiedoelen, en vanuit dat plezier, dan zit je in die hoge energie. En vanuit die hoge energie komt alles veel makkelijker naar je toe. Toen dit kwartje bij mij viel, toen had ik echt zoiets van, wauw, dit klopt. Alleen we willen dit niet toegeven, omdat we zo gewend zijn om het vast te houden, omdat we het zo graag willen. Als ik kijk naar, als je bijvoorbeeld spullen kwijtraakt, hè, en je weet, we zijn allemaal wel eens onze sleutels kwijtgeraakt. En je raakt ze kwijt en je wordt gefrustreerd en je gaat ze vanuit je frustratie zoeken. 9 van de 10 keer vind je ze niet. Op het moment dat je zoiets hebt van, nou weet je, laat maar zitten. Ze komen er wel uit, ze kunnen niet ver weg zijn. Dan komen ze tevoorschijn. Dus dit is een heel klein voorbeeld wat heel wezenlijk is, waar iedereen mee te maken krijgt. Wat dus een heel bewust voorbeeld is van, als je het loslaat, komt het naar je toe. En zo heb ik ook hele andere dingen meegemaakt. Als ik nu terugkijk, hè, en toen ik deze theorie leerde en daarna wat er dus was gebeurd van kinderen krijgen. Zwanger worden lukte niet. En dan zeggen mensen tegen je, je moet het loslaten. Maar hoe wil je dan loslaten als je een paar keer in de week naar het ziekenhuis moet omdat je in zo'n ziekenhuistraject zit? Echt slopend. Het is fijn dat mensen het zeggen en je zou het heel graag willen, maar hoe doe je dat? Nou, ik liep dat toen destijds ook tegenaan. En echt, op het moment dat ik het losliet, de eerste manifestatietechnieken had geleerd hierover. En ik was nog in ongeloof of het zou lukken. Maar ik ben het gaan toepassen en binnen een paar weken was ik zwanger van de eerste. En uiteindelijk hebben we 3 kindjes gekregen, waarbij ik het losliet. En ik weet dat het super, zeker voor de mensen die nu in zo'n traject zitten, dat het heel makkelijk gezegd is dan gedaan. Maar je kunt dit wel jezelf hierbij helpen door dit te gaan trainen. Door manifestatie, hulptechnieken te gaan leren en jezelf te gaan trainen in loslaten. Want ik denk dat het grootste wat we hier op aarde te doen hebben is loslaten. We worden geboren hier op aarde vanuit liefde, vanuit overvloed. En door alles wat we meemaken in het leven worden we geconditioneerd. We worden geraakt. We creëren allemaal onze beschermingsmechanismes, onze gewoontes, onze automatische patronen. En voor je het weet hebben we allemaal automatische programma's ontwikkeld in die we ons hele leven afdraaien op basis van het verleden. En als je alles, misschien heb je al eens een webinar van mij gevolgd over manifesteren. Daar leg ik dit ook heel uitgebreid uit. En ik heb ook al eens eerder een podcast opgenomen over die innerlijke saboteurs. Dat zijn dus die automatische programma's. Maar je kunt dus je nieuwe leven creëren door nieuwe programma's te installeren, te herprogrammeren in je brein. Waardoor je nieuwe gewoontes aanleert en ook leert los te laten. Mijn zus had ook moeite met zwanger worden. 5 jaar lang hebben ze het geprobeerd, opgegeven dat het niet lukte. Toen ging ze op vakantie en wat denk je? Ze komt zwanger terug. Terwijl ze in eerste instantie hadden geaccepteerd dat ze zonder kindje door het leven zouden gaan. En dit is dus ook echt een voorbeeld van, het is bij mij 3 keer overkomen, mijn zus 1 keer. We kennen allemaal wel mensen om ons heen waarbij dit vaak op die manier is gelukt. Bij heel veel mensen. Maar het is zo makkelijk gezegd dan gedaan. Maar dit is wel wat overal gezien in het leven gaat het om loslaten.
We komen hier zonder iets ter wereld. Niks is van ons, zouden de monniken zeggen. Ik heb ooit een heel mooi boek gelezen. Ja, van Jay Sethi. Denk als een monnik. Hij heeft ook in het. Hij is ook een tijdje monnik geweest. En dit boek inspireert ook heel erg over loslaten. Kijk, want het staat hier ook op de cover. Van loslaten, groeien en geven. Inspiratie voor een zinvol leven. Monniken zeggen ook, niks is van ons. We komen hier op deze wereld, niks is van ons. En we verlaten deze wereld weer zonder iets. Die leven ook heel erg van, wij hebben geen recht op bezittingen. Niks is van ons. We hebben alles los te laten. Alles is wat het is. Dat is ook echt een hele mooie gedachtegoed in iets voor elkaar krijgen wat je heel graag wil in het leven, is dus dat stukje loslaten. Zo heb ik ook momenten gehad van geldtekort. Hè? Geldtekort, angst voor geldtekort. Ik ben opgegroeid in een gezin met heel weinig financiële middelen. We gingen nooit op vakantie, we hadden geen auto, we konden bijna nooit leuke dingen doen. We hadden niks. En ook dat stukje, dat financiële stukje, dat bleef toch altijd wel haken aan mij in altijd toch wel een soort van vorm van geldtekort. En wanneer kwam dat geld nou naar mij toe? Op het moment dat ik zei, er is geld genoeg, er komt geld naar ons toe en ik laat de angst los. Want dat was het moment dat ik gewoon met mijn rug tegen de muur aan stond. Van, ja, ik heb alles gedaan wat ik kon. En dat is ook als de pijn het grootste wordt. Wanneer mensen dus veranderen, is als de pijn het grootste wordt. Dus soms wens ik iemand heel veel pijn toe. Omdat ik weet dat dan een hele grote transformatie volgt. Waardoor ze beter, fijner door het leven gaan. Dus als je last hebt van geld tekort, angst voor geld tekort, en je blijft denken, en ben bang voor geld tekort, ben bang voor geld tekort, dan is dat steeds wat je krijgt. Wat je denkt en wat je voelt en wat je krijgt, dan blijf je in een vicieuze cirkel. Maar je kunt dus met manifestatiehulptechnieken, krachtige tools, leren om los te laten, om in overvloed te gaan. Elke keer als ik zoiets ooit in mijn leven had en in mijn ondernemerschap heb ik een hele hoge piek en diepe dalen gehad. En elke keer als ik het echt me er volledig overliet aan, nou dan laat het zomaar zijn, kwam het geld naar me toe. En ook in mijn relatie hebben we hele hoge pieken, diepe dalen gehad. En ooit dacht ik echt, oh, komt hier een einde aan. Maar iets verandert pas in jouw buitenwereld, als iets in jouw binnenwereld verandert. Je hebt het zelf te veranderen. En ik heb heel vaak gezegd, mijn partner moet veranderen, mijn partner moet veranderen, mijn partner moet veranderen. En dat gebeurde niet. Maar dat gebeurde pas op het moment dat ik zei, nu ben ik er klaar mee. Ik stop er op deze manier mee. En ik shifte aan de binnenkant. Dus ik ben veel meer voor mezelf gaan staan. Ik ben anders gaan denken daarin, anders gaan praten daarin. En wat denk je? De relatie veranderde. Maar de relatie veranderde pas toen ik iets wat ik steeds wilde vasthouden, hoe het moest zijn, het proces van nee, mijn partner moet veranderen, mijn partner moet veranderen, mijn partner moet veranderen, die overtuiging, toen ik die losliet en iets in mij shifte, in mijn binnenwereld, veranderde mijn relatie. Zo ook in het contact met de kinderen. Van een heel hectische, druk gezin naar meer rust. Op het moment dat ik iets in mezelf shifte, veranderden de kinderen. En dat heeft te maken met oude gewoontes loslaten. Loslaten hoe dingen moeten zijn. Oude gedachten loslaten. Je voelen, hoe je voelt, loslaten. En zeker in de negatieve energie. Want wat je denkt en wat je voelt, krijg je steeds terug.
En dat heeft dus echt te maken met welke energie zit je in die negatieve energie, in die positieve energie, in die vibratie. Als we het dan hebben over de wet van aantrekking, is dat wat je aantrekt, hoe jij je voelt en wat jij denkt. En ik weet dat het makkelijk gezegd is om jezelf te veranderen, zodat dan jouw realiteit verandert. Maar zo is het. En je hebt gewoon de keuze, ga ik iets veranderen? Ga ik mezelf hierin trainen? Ga ik bewust leren om door het leven te gaan? Om vervolgens te zien hoe mooie nieuwe realiteit, een nieuwe toekomst jij kan manifesteren. Of blijf je hangen in het oude? En blijf je doen wat je altijd al hebt gedaan? Dan krijg je wat je altijd kreeg. Alles is een keuze. En het is aan jou, ben ik er nu klaar mee om te gaan voor een nieuwe toekomst? Ben ik bereid om mijn oude zelf op te geven om een nieuwe zelf te creëren? En als dat ja is, dan ligt er een hele mooie, fijne toekomst voor jou in het vizier. En daarmee wil ik niet zeggen dat alles fantastisch loopt, want je hebt een proces te bewandelen. Het proces naar volledig bewustzijn is een reis. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar succesvol iets realiseren in je leven is 1 keer meer opstaan dan dat je valt. 1 keer meer zeggen, nou ga ik er gewoon nog een keer voor. Ik ga niet bij de pakken neerzitten. Jij hebt altijd een keuze. Hou je vast of laat je los? En als je loslaat, krijg je veel meer voor elkaar. Ga je de mooiste dingen manifesteren dan dat je vasthoudt. Ik wens jou heel veel plezier met deze reis. En wil je hier verder in geïnspireerd worden? Ik geef ook regelmatig hier een webinar over via mijn bedrijf Excellence in Business. Excellenceinbusiness.nl. Dat gaat dus over manifesteren en daarbij mag je gratis aansluiten. Dus kijk gerust op de website. En als je dat niet direct kan vinden, kun je altijd naar danielleleuvering.nl gaan. En daar zie je mijn bedrijven en dan word je daar naartoe verwezen. Ja, en voor nu wens ik jou toe dat je dit niet te veel wil begrijpen met je brein, maar dat je je eraan overgeeft. En dat je de keuze maakt, wil ik het veranderen, ja of nee, om een mooie toekomst te gaan manifesteren.